Telstar in de witte kledij, de nummer 15 van de Jupiler League. Helmond Sport is de nummer 5 en dat verwacht je terug te zien op het veld als deze twee ploegen tegen elkaar spelen. En dat gebeurt ook. Hier is Veldmaat, de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Een test voor keeper Varken Visser van Telstar. Maar het geeft aan wat er zo'n beetje gaat gebeuren in dit duel. Hier wordt hij opnieuw getest. Deze had erin gemogen. Onder andere Veldmaten was er dichtbij. Af en toe dan Telstar. De Vogel. Bal van richting veranderd. Dus ook Wouter van der Steen. De tweede doelman van Helmond Sport. Die speelt omdat Robert van Westerop is geblesseerd. Wordt getest. Hier wordt weer Kar Varkenvisser getest. Nu door Veldmaten. Opnieuw geen doelpunt. Wel applaus van Andrade. Maar we gaan rusten met 0 tegen 0. In de tweede helft loopt het dan nog wat beter bij Helmond Sport. Dit is niet buitenspel. Hutcher mag door. En ja, daar valt hij uiteindelijk. Na ruim een uur spelen staat de ploeg van Jurgen Streppel op een terechte voorsprong. Die wordt ook nog verdubbeld voordat we klaar zijn in dit duel. Hier is opnieuw Hutcher. Niemand ziet Andrade. Hij wel. En hij aait de bal voor de 2-0. En dan zegt een toeschouwer het volgende.